Het geld wat wij gebruiken, het gartale geld en het girale geld. Het grootste gedeelte van is girale geld en dat wordt door commerciële banken in omloop gebracht. De rol van de overheid bij de creatie van geld in omloop is heel beperkt. En mijn stelling is dat dat een hele goede zaak is, omdat dat voorkomt dat het uit de hand loopt. Het probleem met het geld van vandaag is dat de materiaalwaarde, de kosten om het te maken, veel lager zijn dan de kosten van het geld in het economisch verkeer. Dus de partij die geld kan creëren voor zichzelf en het in omloop kan brengen, kan daarmee geldscheppingswinst incasseren. En door de eeuwen heen zien wij dat overheden daar grof gebruik van hebben gemaakt en op die manier menig hyperinflatie en andere soorten van geldontwaarding in gang hebben gebracht. Het bijzondere van geldschepping door commerciële banken is dat het geld wat zij creëren niet van zichzelf is, maar van hun klanten. Zij verstrekken geld creëren geld uit hoofde van de kredietverlening. En dat wil zeggen dat het gecreëerde geld van de klant is en niet van de bank zelf. Dus de bank heeft daar geen geldscheppingswinst aan. Maar de klant eigenlijk ook niet, want tegenover het gecreëerde geld staat een schuld die hij terug moet betalen aan de bank. Dus eigenlijk is het een vorm van geldschepping waarbij weinig geldscheppingswinst wordt gecreëerd. Het stelsel zoals wij dat kennen heeft natuurlijk één grote kwetsbaarheid. Want tegenover het girale geld staan dan de liquide reserves van de banken. En die zijn een stuk kleiner dan de hoeveelheid geld in omloop. Dus op het moment dat alle klanten tegelijkertijd hun geld komen ophalen bij een bank, is die een acute liquiditeitsnood. En dat is de kwetsbaarheid van het stelsel zoals wij dat kennen. En dan is dus de rol van de centrale bank heel erg groot, dat die op dat moment moet zorgen dat er voldoende liquiditeit in het stelsel zit. Als die er niet zijn, dus als de centrale bank daarin tekort schiet, dan kan dus een massieve bankrun er niet alleen toe leiden dat banken in de problemen komen, maar ook dat de hoeveelheid krediet in omloop, de hoeveelheid geld in omloop enorm scherp gaat dalen. Dat zag je in de jaren 30 in de Verenigde Staten, toen de centrale bank gewoon niet deed wat die moest doen. Die heeft eigenlijk de recessie daar en de depressie, moet ik zeggen, enorm verergerd. Doordat men verzuimde om bij tijds de geldtoeveelheid te verruimen en een creditcrisis te voorkomen. Nou, en dat heeft ertoe geleid dat er toen in die periode plannen zijn gekomen om banken dan maar op te leggen dat ze massaal liquiditeit moesten aanhouden. De rol van de overheid is, zeg maar, nu in een financiële crisis wordt steeds groter gemaakt, lijkt het, omdat we toch een soort van waarborg willen hebben. Is die dan niet nog steeds ergens nodig? Ja, de overheid is natuurlijk een hele belangrijke partij. Ik ben ook zeker niet in het kamp van een Hayek die zegt van de overheid heeft zich maar helemaal terug te trekken uit het geldscheppingsproces. Als puntje bij paaltje komt, dan moet er een plek zijn om naartoe te vluchten. En dan zie je dat een centrale bank, en een centrale bank die ook inderdaad daadwerkelijk monetaire reserves kan creëren zonder enige rente erop, dat een heel groot goed is. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg goed dat die centrale banken wel buiten de dagelijkse invloedssfeer van de politiek zijn geplaatst. Omdat je ziet dat op het moment dat de overheid zelf de geldtoeveelheid kan beïnvloeden en kan manipuleren, dat wil nog wel eens stevig uit de hand lopen. Het hele probleem aanschouwend, is er eigenlijk geen probleem? Nou, er is natuurlijk wel een probleem, want we hebben een financiële crisis. Alleen je moet denk ik heel goed kijken wat zijn de problemen die je wil oplossen. Het kredietverleningsproces kan wel procyclisch zijn. Als je bijvoorbeeld in een opgaande conjunctuur, nou, dan gaat het goed met de economie, dan gaat het ook goed met de kredieten, de kredietwaardigheid van klanten, dan wordt de risicoweging van de activa wordt kleiner. Daarmee krijgen banken als het ware extra vermogen klaar en kunnen ze nog meer krediet gaan verstrekken. Dus er zit een procyclische component in het geldscheppingsproces. Nou, die kun je ondervangen door, wat ook in Basel III geregeld is, ervoor te zorgen dat banken in tijden van opgaande conjunctuur extra vermogensbuffers moeten opbouwen, dus versneld de balans moeten versterken. Daarmee haal je een heleboel van die procycliciteit uit het bankaire geldscheppingsproces. En ten derde, wat de mensen van het Chicago-plan voorstaan, is de overheid weer een veel grotere rol bij de geldschepping te geven. En daarvan zeg ik toch echt met Reinhard en Rokoff in de hand, maar nog heel veel andere boeken, van dat is een heel slecht idee. En dat is maar erg goed dat we dat niet meer vandaag de dag doen. Want dan kun je inderdaad wachten op de volgende financiële crisis, die wel eens een stuk erger kon zijn dan de huidige.